Dit verhaal gaat over een etenpiraat die iedere keer maar weer de mensen blij maakt met zijn muziek. Die in iedereen hart onder de riem steekt en zelfs de ziekste mensen verlichting brengt in hun zware leven en strijd. Het Hollandse lied brengen zijn wel te verstaan. Speciaal in deze koude en soms eenzame dagen voor velen zijn zij het beetje steun dat een mens soms zo hard nodig heeft. Een zendpiraat doet geen kwaad. Dat weten velen van de luisteraars te bevestigen. De divisie Telecom denkt daar anders over. En maakt de jacht op de zendpiraat maar harder en harder. En dan krijg je natuurlijk weer het verhaal van... Maar een zendpiraat stoort. Ja, dat is het enige onzinnige verhaal dat zij kunnen bedenken. Daarom, heren van divisie Telecom, laat je hart eens spreken en wees eens mens. En denk na wat u vele ouderen, zieken en gehandicapten ontneemt in deze dagen van het jaar. De boetes die er betaald moeten worden als wij weer eens gepakt worden zijn schandalig. Ook de vele apparatuur die in beslag wordt genomen is voor jullie een soort spel. Denk maar eens na hoeveel er blij van worden om de muziek te horen uit een voor hun misschien wel heel mooi moment. Wordt die kant van het verhaal dan niet gezien? Nee, natuurlijk niet. Het is voor jullie weer een geslaagde taak geweest, zeg je dan. Nou, wij slagen ook graag, maar wel met iets menserends. En we zijn er trots op dat wij door velen zo gewaardeerd worden in ons piratenleven. De vele telefoontjes, e-mails en kerstkaarten zijn daar het levendige bewijs van. Met kerst hoor je respect te hebben voor je medemens en hem blij te maken. En dat is onze taak. We zullen dat zeker blijven doen, zolang het kan. Laat daarom de piraten doordraaien en hou eens op met jullie belachelijke gedrag. Bedenk dat je zelf ook ouder wordt en misschien ook aan bed gekluisterd raakt. Zoals vele van onze luisteraars dat ook zijn. Misschien zul je dan zien dat velen steun bij de etenpiraat vinden. En dat jij het diezelfde piraat, toen jij jong was, onmogelijk maakte om te draaien. En ze er maar weer uithaalde. Het leven van een etenpiraat bestaat uit muziek draaien voor velen die dat waarderen. En blij zijn dat wij er zijn. Daarom stop je jacht op piraten of neem een andere baan. Zodat de piraten gewoon door kunnen gaan. Een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.